First Why van Simon Sinek. Ik weet niet waar jullie net kennen. Begin met het eind. Begin met het waarom. De grote bedrijven die vertrekken eigenlijk vanuit het waarom dat ze iets doen, om daar op basis daarvan hun oplossingen te gaan uitdragen naar de mensen. Dus ik denk voor dit traject dat ook heel belangrijk is, dat ik even heel diep graaf in mezelf. En mij de vraag stel van ja, waarom doe ik dit? Wat vind ik hier zo passioneel aan? Waarom wil ik dit echt doen? En ga niks meer in tegenhouden. Dan moeten we terugflitsen naar voor 2012. Dus voor 2012 was ik eigenlijk een ander mens, was ik een andere Rudo dan de Rudo die hier vandaag dit verhaal staat af te steken. Toen had ik eigenlijk veel problemen om het geluk te vinden. Ik was van alle mogelijke manieren artistiek bezig. Ik was met poëzie bezig. Ik was op duizend en één manieren aan het proberen vinden waarom ik eigenlijk op deze wereld was, waarom dat ik ook zo anders was, wat er eigenlijk aan mij scheelde, waarom dat ik in mijn functioneren toch altijd tegen dingen liep. Ik heb dan in 2011 een zware longontsteking gekregen en in 2012 dan een zware burn-out. En dan zat ik echt op de bodem en dan had ik zoiets van, wat moet ik hier nu beginnen? En dan dacht ik zo, ja oké, uit pure wanhoop, want ik geloofde echt niet in al die dingen. En dan in 2012, na mijn burn-out, gestart met een mindfulness opleiding. Ik had zoiets van, nou, oké, ik heb alles al geprobeerd, dus ik ga dit dan proberen, maar als dat niet lukt, ja, dan is het hopeloos. Dan is het wat dat is, zo ben ik dan maar. Maar die mindfulness oefening heeft me enorm leren omgaan met mijn eigen functioneren. Ik heb me wat beter leren aanvoelen. En ja, ik maak ook elk jaar super nieuwjaarswens. Dus in 2013 waren de nieuwjaarswens een gelukkig nieuwjaar, omdat ik eindelijk vanuit de toekomst naar het heden kon springen en leren genieten van het moment zelf. Dus echt geleerd gelukkig te zijn. Op dat moment, als ik de mindfulness cursus wil samenvatten in één zin, de oudste dochter, Hanne, zei toen van ja papa, als je kwaad bent, ben je minder kwaad. En dat was eigenlijk wat die mindfulness mij had geleerd. Had geleerd met te aanvaarden, zodat ik niet in overdrive reageerde, maar dat ik wel mijn eigen bleef. Dus ik bleef wel een energiek persoon, maar ik kon dat beter doseren, ik had meer voeling met mezelf. Zo, 2012, 2013, dan 2014 zaten we in een reorganisatie. Zoveelste reorganisatie op ons werk. En dan had ik het geluk, en dat is eigenlijk iets dat een mens veel in zijn leven moet hebben, geluk, toeval. Had ik het toeval, het geluk dat ik een coach toegewezen kreeg, Chris Michiels. Ex-militair, moest daar eigenlijk met pensioen, zag dat niet zitten en zijn in de consultancy gegaan. En die zei tegen mij, van Rudo, die moest mij opleiden als programmanager. En die zei tegen mij, Rudo, als je het eerste dat je moet doen is Covey lezen. 7 Habits of Highly Effective People, de 7 eigenschappen van goed leiderschap. Mottige titel naar alle eerlijkheid, maar hij zei, lees dat en na een half jaar lees dat terug. Ik heb dat toen gedaan, ik heb die boek gelezen, ik heb die na een half jaar teruggelezen. En dat was eigenlijk de start van een enorme verandering, omdat ik systematisch in een boek ben herlezen en herlezen en me systematisch meer ben beginnen focussen op die 7 eigenschappen en die beginnen toepassen op mezelf. 2015, 2016 waren we dan in contact gekomen met hoogbloeiers en gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, omdat onze kinderen hoogbegaafd bleken te zijn. Heb ik daar de volledige opleidingstraject gevolgd rond hoogbegaafdheid en ben ik vanuit die hoogbegaafdheid ook mij meer gaan betrekken in de organisatie van Hoogbloeier. En ben ik ingestapt in de raad van bestuur, ben ik in contact gekomen met Mindset, in contact gekomen met de trajecten die Sabine daar al ontwikkeld had. Mijn vrouw is ingestapt, die coacht al kinderen. En zo zijn we stap voor stap blijven groeien en ben ik ook zelf mijn eigen beginnen versterken. Ik heb cursus inspirerend coachen ook nog gevolgd, Chef Clément. Kwestie van de basiskennis rond coaching ook te leren kennen. En zo zijn we stap voor stap voor stap geëvolueerd. En waar zijn we vandaag geland? Dus waar ben ik vandaag? En ik heb die vraag onlangs een keer gehad via mail. Iemand zei, ja, maar COVID, dat is toch niet specifiek voor hoogbegaafden? COVID, dat is een methodiek die voor iedereen van toepassing is. En ik dacht dat je een traject ging maken rond hoogbegaafden. En ik denk dat dat belangrijk is. Nu, terugkijkend op mijn traject, heeft COVID mij enorm geholpen om mij te leren aanvaarden zoals ik ben en te leren groeien. En pas achteraf heb ik dan door reflectie, omdat ik nu weet dat ik hoogbegaafd ben, beginnen kijken van hoe komt dat eigenlijk dat ik zo enorm gegroeid ben, zonder het feit dat ik al wist dat ik hoogbegaafd was.
En het is daarvoor dat we nu een traject hebben waar COVID eigenlijk het kader is, maar inhoudelijk zijn we wel met hoogbehaafden bezig. Dan gaan we met de hoogbehaafden samen die COVID proberen toepassen binnen onze hoogbehaafdheid. En ik denk dat dat een belangrijk nuance is in dit traject, is dat we het niet alleen over COVID gaan hebben, maar vooral hoe wij als hoogbehaafden met al onze gezegende talenten zoals perfectionisme, met de bijhorende faalangst, het enorm rechtvaardigheidsgevoel, onze hoge sensitiviteit, hoe dat we met eigenlijk al die talenten aan de slag kunnen. Nu, mensen die voor dit traject overwegen om het te volgen, die gaan waarschijnlijk zeggen, ja, talenten, ja, ik citeer het als een vloek. Dat is de point van dit traject. Wat willen we bereiken is dat je leert beseffen van jezelf dat die hoogbehaafdheid, dat dat ook een talent kan zijn. Dus al die dingen zijn mensen die aan twee kanten snijden. Concreet voorbeeld, je bent hooggevoelig, sensopathisch hooggevoelig. Je gaat dus enorm met je zintuigen geprikkeld worden, maar je gaat, of je bent emotioneel hooggevoelig, een ander, dat is dan beter voor je. Dus je voelt enorm emoties aan. Dan maakt het nadeel is natuurlijk dat emoties ook heel hard gaan binnenkomen bij jou. Maar het voordeel is dat je ook in groepen de persoon bent die het best gaat aanvoelen, non-verbaal, dat er, wat er leeft in de groep en waar de gevoeligheden zitten in de groep. Dus je bent in die zin perfect in staat om dat ook in het voordeel van jezelf en de groep te gaan beginnen toepassen. En dan gaat je hooggevoeligheid aan emotionele prikkels zich vertalen in een enorme hulp naar de mensen rondom je. Omdat jij eigenlijk al aanvoelt wat die persoon zelf mogelijk nog niet aanvoelt, omdat die niet zo emotioneel hooggevoelig is als jij. Dus ik denk dat heel belangrijk is dat je leert aanvaarden, dat je leert inzien, of niet aanvaarden, maar dat je leert inzien dat je eigenlijk de gouden graal in jezelf hebt. Daar waar je vandaag tegen dingen botst, je emotionaliteit, doe je overreageren, de andere mensen gaan erop reageren van overdrijft zo niet en jij gaat in een negatieve spiraal komen. De bedoeling is dat we dat leren omdraaien en dat we van die specifieke eigenschappen van de hoogbegaafdheid voordelen kunnen maken. Wat ook heel belangrijk is, is dat er voordelen moeten zijn naar een traject toe waar dat je eigenlijk als mens zou willen komen.